Oké, dus in totaal ben je toch wel een uurtje of 4, 5 mee kwijt. Ja, zeker. Maar dat is ook een hobby, hè? Breda Nu. Vandaag nemen wij een kijkje bij de filmclub De Baronie, waar mensen leren films te maken. De aankomende weken zijn de leden bezig met het maken van een animatie. Videocameraclub De Baronie is gevestigd in Breda. En wij stellen ons ten doel om mensen beter, makkelijker met een camera om te laten gaan. Films die nu ongebruikt in de kast liggen te gaan monteren, zodat ze uiteindelijk een leuke DVD of USB-stick aan familie, vrienden of kennissen kunnen laten zien. De leden komen hier binnen. Het sociale contact is erg belangrijk. We doen ons best om zo snel mogelijk een homogeen team te hebben. Dat we gesplitst in groepjes lekker ons plan kunnen trekken. We zijn een stop-motion film aan het maken. Wat is stop-motion? Dat je eigenlijk beeldjes apart maakt. Dus eigenlijk toch een vorm van animatie. Ja? En we maken gebruik van een groen doek. Ja. Om te zorgen dat straks de achtergrond, dat we die weg kunnen poetsen. En daar in plaats van dat groene doek water, stromend water kunnen. Dus wat ze nodig hebben is een filmcamera. En ze horen van ons hier wel wat eigenlijk de mogelijkheden zijn om ook daadwerkelijk films te kunnen gaan monteren. Dat kan Pinnacle zijn, dat kan Magic zijn, dat kan Adobe zijn. Maar daar word je door hier ter plekke word daarover geïnformeerd. En de keuze is aan de man of vrouw om iets te kopen. Nou, het zijn de basistechnieken die je moet aanleren. Daar begeleiden we je bij. En je hebt al erg snel in de gaten als je je eerste eigen filmpjes ziet. En je gaat het opnieuw toepassen met de technieken die je van ons geleerd hebt. Dat je zegt, ja, dat is toch wel even een beetje leuker. En dan begint op een gegeven ogenblik de verslaafdheid toe te slaan. Dat je zegt van, en dan ga ik monteren. En dan ga ik achter mijn computer zitten. En ik blijf net zo lang plakken en knippen. Dat ik een leuk filmpje heb. Nou, vanavond de voorbereidingen met elkaar bellen en van tevoren afspreken en doorspreken van wat gaat het worden. En thuis dingen verzamelen. En dan hier vanavond een beetje aan het spelen en dan thuis een uurtje, anderhalf uur monteren. Oké, dus in totaal ben je toch wel een uurtje of 4, 5 mee kwijt. Ja, zeker. Maar dat is ook een hobby, hè? We bestaan op dit moment 25, dit jaar 25 jaar. We hebben een leuk dagje uitgehad. En dit jaar en vorig jaar zijn we begonnen met een speelfilm te maken. De hele groep heeft meegedaan. Maar dat is uiteindelijk resultaat dat er een erg leuke speelfilm is gemaakt. Het is heel goed ontvangen. De première is onlangs geweest in de Korenbeurs in Maden. Breda Nu.